Mijn naam is Tineke. Ik ben 41 jaar, gehuwd en heb 3 kinderen. Helaas is mijn man chronisch ziek, al enkele jaren. Hij lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker. Mijn man krijgt een invaliditeitsuitkering, waardoor ik het gezinshoofd ben. Tot 6 jaar terug werkte ik als secretaresse bij een IT-bedrijf. Mijn eerste baas was heel vriendelijk. Hij had begrip voor mijn moeilijkere thuissituatie. Maar toen kregen we een nieuwe baas. Geen begrip meer voor mijn thuissituatie. De werkdruk steeg, maar ook de druk thuis. En ik ging eraan onderdoor. Burn-out gecombineerd met een depressie, zei de dokter. Eerst was ik 3 maanden thuis. Daarna wilde ik terug opstarten. Helaas werd de druk snel weer te groot. Ik herviel in mijn depressie. Na 2 jaar op en af werd ik ontslagen. Na een jaar in behandeling volgde ik een herscholing tot poetshulp bij VDAB. Ik vond werk in een dienstencheckbedrijf, maar ik had mijn verleden van depressie en burn-out nog niet volledig verwerkt. De afwisseling en het contact met steeds andere mensen bij wie ik ging poetsen werd te veel voor mij. Ik herviel en verloor opnieuw mijn werk. Het thuisblijven en zorgen voor mijn man en kinderen was ook niet gemakkelijk. Ik had behoefte aan sociale contacten en structuur, een leven, nuttig zijn, werk. Ik voelde mij een profiteur in de maatschappij. Dat was ik niet en dat wilde ik ook niet. Mijn trajectbegeleider bij de mutualiteit introduceerde me bij een arbeidszorginitiatief in de buurt. Ze maakte een afspraak en ging mee. Ik werd er goed ontvangen. Ze luisterde en stelde voor dat ik 2 halve dagen per week zou beginnen in het plaatselijke cafetaria van hun ontmoetingscentrum. Nu werk ik 4 halve dagen per week in het arbeidszorgcentrum. Werk! Ik verdien nauwelijks meer, ik krijg wel een kleine onkostenvergoeding bovenop mijn uitkering, maar ik werk. 2 halve dagen werk ik bij de administratie en 2 halve dagen in het cafetaria. Andere collega's werken in de groendienst of het houtatelier. Elke maand heb ik een gesprek met mijn begeleider. Hij luistert echt naar me, vraagt hoe het met me gaat. En elke maand kan ik naar alle eerlijkheid zeggen, weer wat beter. Ik geniet van de contacten, van mijn werk, maar vooral van de structuur en dat er geen druk is. Ook mijn begeleider is altijd aanwezig, als hulp, gids en als wegwijzer. Zelfs mijn man en kinderen zien het. Mama, het gaat weer beter met je. Wat betekent arbeidszorg voor mij? Arbeidszorg is mijn vangnet, mijn duwtje in de rug, zonder mij los te laten. Ze hebben geholpen om mijn rugzak lichter te maken. Of misschien ben ik wel sterker geworden om mijn rugzak te dragen. Ze hebben mijn leven terug zin gegeven, kleur gegeven, toekomst gegeven, zonder druk op te leggen. Alleen jammer dat arbeidszorg zo goed als onbekend is. Want het is meer dan gewoon vrijwilligerswerk. Het is werk. Ik ben terug zinvol. Het is niet zomaar bezigheid. Ik voel me terug nuttig en dit gevoel wil ik vasthouden. Mijn droom? Ooit weer betaald werk. Maar nu nog niet. Als ik daar helemaal klaar voor ben. En ik ben zeker dat ik altijd zal kunnen terugvallen op mijn nieuwe vrienden in het arbeidszorginitiatief. Tineke.